Beste Vlamingen, beste volksgenoten. Binnen enkele dagen heffen we het glas op het nieuwe jaar. En drukken we onze wensen en dromen uit voor 2024. 2024 zal zeker op politiek vlak een belangrijk jaar zijn. Maar eerst vieren we met z'n allen kerstmis. En ik hoop oprecht dat u kerst kan vieren in een warme omgeving. Met vrienden of familie. Maar met mensen waar u zich thuis voelt. En dat u bewust bent dat kerstmis een traditie is die we moeten koesteren. Want onze tradities, hier in Europa, onze christelijke tradities in Vlaanderen, staan onder druk. Ook het afgelopen jaar was één langgerekte woke-aanval op onze manier van leven, met een absoluut diep trieste punt, Queen Nicolai. Alsof het nog niet voldoende is dat kerstmarkten wintermarkten worden, dat paaseieren verstopeieren worden en dat Zwarte Piet gedegradeerd wordt tot Roetveegpiet. Bij Queen Nicolai riepen de linkse organisatoren zelfs op dat minderjarige boekjes van de Sint en Zwarte Piet meenamen in ruil voor een ander woke-exemplaar dat politiek correct was. Willen de linkse in onze samenleving nu ieder kinderfeestje verzieken en kapot maken? Wanneer u dus kerst viert, dan viert u een belangrijke traditie. Met christelijke roots. Een Europese traditie die we moeten koesteren en durven verdedigen. Onze tradities doen ertoe. We moeten onze tradities beschermen uit liefde voor ons volk en onze mensen. En onze mensen hebben het afgelopen jaar het ook bijzonder zwaar gehad. Denkt u maar aan al die gepensioneerden die heel hun leven gewerkt hebben en die met hun schamel pensioen hun rusthuisfactuur niet kunnen betalen en moeten aankloppen bij hun kinderen om financieel bij te passen. Denkt u maar aan al die jonge koppels die er niet in slagen om een eigen woning te kopen in tegenstelling tot hun ouders en grootouders. Denkt u maar aan die alleenstaande moeder die tegenslag heeft en die jaren moet wachten op een sociale woning, terwijl nieuwkomers van gans de wereld vandaag één recht hebben op een sociale woning. Of heb maar eens een kindje met speciale noden, dan staat u jaren te wachten op de nodige middelen. Wij sociale nationalisten weten als geen ander dat er achter heel veel Vlaamse voordeuren heel veel Vlaamse armoede schuilt. En dan gaat dat niet alleen over de allerarmste, nee. Het afgelopen jaar is er een speciale groep bijgekomen. Een groep werkenden die het steeds moeilijker krijgt. Die het einde van de maand steeds moeilijker haalt. En dat maakt me dan kwaad, omdat er hier een politieke elite aan de macht is in dit land die niet bezig is met het einde van de maand voor de gewone mensen, maar permanent bezig is met het einde van de wereld- en klimaathysterie. En dat moet veranderen in 2024. Er moet een kracht komen vanuit de bevolking die zegt dat onze mensen weer op de eerste plaats moeten komen. Er moet een politieke partij aan zet komen die ageert uit liefde voor ons volk, die maar één belang voor ogen stelt en dat is het belang van de gewone Vlaming. Ik hoop oprecht dat die kracht het Vlaams belang mag zijn in 2024. Maar dat ligt niet in mijn handen. Dat ligt in uw handen. Enkel als we samen ervoor gaan, zij aan zij, en steeds meer mensen overtuigen, familie, vrienden en collega's, kunnen we ervoor zorgen dat 2024 het begin is van een nieuw tijdperk. Een tijdperk waar onze mensen op de eerste plaats komen. Ik wens u en uw familie geweldige feestdagen. Geef elkaar een extra knuffel. En als je iemand kent die eenzaam is in deze periode van het jaar, nodig ze uit of stuur ze een berichtje of bel ze eens op. Want kerst en nieuwjaar, dat vieren we niet alleen, dat vieren we samen in de verbondenheid van ons volk en onze gemeenschap.